het vliegveld en de pret gaat beginnen, want we gaan ze nu ophalen. Hallo! Dit gebeurt dus regelmatig. Dan staan we dus eventjes te wachten, want die tas van Daphne zit vol met allemaal bosse sleutels voor alle appartementjes. Hoe ga jij eigenlijk? Heftig man, ik ben wel een klein beetje in de stress. God, ja. Nee, maar wij zitten moe. Oh, het is hier echt over! Nou, alsjeblieft! Waar het hier? Kom al, Janka. Oh, hij is wel schattig. Hij is wel thuis. Goedendag. Doei. Nou, de hectiek met de dames zit erop. Maar wij gaan gewoon nog even verder met de volgende hectiek. Namelijk, morgen hebben we het openingsfeest van Edificio Valentina. En de mannen, die zijn het welkomstbord aan het ophangen. Mooi, hè? Tenminste, het wordt mooi. Godverdomme! Ja, godverdomme! Godverdomme, ja, hè? Wow! Nou, wat een dag zeg. Ik liep om 6 uur hier al als een kip zonder kop rond om de laatste dingen te regelen. Verder heb ik vandaag opnames gehad voor ons televisieprogramma. Ik heb net Koen gebeld, want zoals je altijd op het laatste moment nog wat dingen tegenkomt, kwam ik nu dit tegen. Let op. Daar hangt nog geen spiegel. Nee, laten we dat nou net wel leuk vinden als het gewoon helemaal af is. Dus zijn jongens komen nog als een gek even die spiegels installeren. Thierry heb ik toch nog even opgebeld om gevraagd om nog even wat kussens uit de winkel te trekken. En een tapijtje hiervoor op de grond in de zithoek. En dan zijn we wat mij betreft klaar. Ik ga nu nog even de appartementen langs. Alles opengooien, controleren of alles... er netjes bij staat, alle lampjes aandoen. En dan kan het feest beginnen. Er komen gewoon even klanten binnenlopen die gewoon een van de appartementen willen hebben. Is die verkocht of is die verkocht? Ja. We gaan bij deze tekenen.
Terwijl ik nog even mijn best doe met de tv-opnames, zit zij gewoon hier te editen. Maar wel met een cocktailtje dan. Op z'n Spaans. En we hadden nog even een figurant ingevlogen op het laatste moment. Dit is Joëlle. Was leuk? Ja, heel leuk. Echt wel leuk. Ja, echt. Nu zitten de opnames voor de tv-serie, die zitten er gewoon echt op. Gewoon echt, echt. Forever. Ik ga straks zowel de filmcrew als deze dames naar Nederland brengen. Nou ja, niet naar Nederland brengen, naar het vliegveld, want ze gaan naar Nederland vliegen. Zij gaat zich opsluiten in haar huis, want ze moet nog zoveel editen voor de komende week. En Joe gaat naar familie toe. Zelf. Doei. Doei. Ja, doei. Dag. We gaan naar Mickey Mouse. Disney was echt geweldig. De kinderen vonden het mega leuk. Vooral de show aan het eind, toch, Bel? Ja. Pas je op voor de plas. Hoe heette die ook weer? Dat Buffalo Bill. Ja, die was leuk, hè? Ja. En nu zijn we onderweg. En we hebben een hoedje gekocht. Ja. Bella wilde graag een echte lady from Paris zijn, toch? Ja. Dus we hebben dit hoedje op de kop getikt. Ik vind hem heel mooi, Bel. Even een beetje goed doen. En nu zijn we bij de Eiffeltoren en zijn we echt zo'n tour aan het doen. En iedereen is aan het luisteren naar de verhalen van de mevrouw van de tour. Maar wij niet, hè, Bel. Wij zitten de hele tijd foto's en filmpjes te maken. Wij zijn een beetje van die stoute kinderen die niet naar de juf luisteren en achter blijven hangen. Maar dat geeft niet.
We hebben net even lekker wat gegeten. Bel, heb je ook lekker gegeten? Wat gaan we nu doen? Museum, Mona Lisa. Het Louvre. En het regent een klein beetje. We zijn misschien barbaren, maar we vonden er geen kut aan, hè? Nee. Wat we wel leuk vinden, is het gebouw. Het gebouw is wel mooi. Ja, wat vond jij het leuk? Vertel eens. Niks. Vond je er niks aan? Wat vond je ervan? Je zei het was? Alleen maar pichuras en... Alleen maar pichuras. Dit is boring. Bye. Chin chin. Een gave tent dit. Maar we zijn echt vroeg, maar het regent heel hard buiten. Dus we gaan lekker wat drinken. Ga je nog steeds alcoholloos, schat? Doe de pose nog een keer. Doe de pose nog een keer, dat je zit te posten. Oh, oké. Wat dan? Zo? Nee, gewoon dat je dat die glazen uit elkaar zet. Ja? Okay. Ze gaat een foto maken. Oh, ze moet een foto maken. Is hij mooi geworden? Ja. En Bella heeft haar eigen camera bij zich. Hé, Bel? Ja, deze leuk. Ja, is hij mooi geworden? Dag 3. In Parijs. En vandaag doen we een rondvaart door de boot. Hè? In de boot, hè, Bel? En we zitten als echte toeristen te luisteren naar de rondleiding. Wat doe je? Quiero.